Kenneth Amoksi, minister van Justitie en Politie, heeft gisteren bezoek gehad van een delegatie uit Curaçao, bestaande uit de minister van Justitie, Shelton Hato, korpschef Julius Ilaro en het hoofd van de Veiligheidsdienst, Jeroen Beeldsnijder. Partijen hebben onder meer gesproken over de veiligheid in het algemeen, het upgraden van de Surinaamse Politieacademie middels trainingen en opleidingen, de Financial Intelligence Unit en de uitdagingen die Suriname en Curaçao hebben bij de verschillende korpsen. Minister Hato stelde voor om gezamenlijk te werken aan wetgeving ter bestrijding van cybercriminaliteit. Minister Amoksi zei dat Suriname reeds een samenwerking had met de ABC-eilanden, maar dat het weer nodig is dat Suriname en Curaçao afstemmen over beleidsissues en de samenwerking intensiveren.